Ja, wie had dat nou gedacht? Dat ik urenlang naar een rechtszaak zou gaan zitten kijken. En dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan met daar in Utrecht. Hey, en meneer de rechter daar in Utrecht. En ja, dit was natuurlijk een hoop juridisch gewauwel natuurlijk. Maar daar gaat het in dit geval niet om. Deze hele zaak tussen Cambuur en de Graafschap. Nee, daar gaat het gewoon om. Om dit, om rechtvaardigheid. Daar gaat het om. En dat moet u in de gaten houden, want u gaat straks uitspraak doen op 14 mei. En ik weet wel hoe dat zit met jullie burgerrechters. Want dan zeggen jullie van, nee, maar daar gaan we ons niet mee bemoeien. Met de regels van een sportbond. Hey, dat, maar zo makkelijk ga je er niet van afmaken. Want het gaat er hier om dat bijvoorbeeld die Gudde van die KNVB en die man met die moeilijke naam, ik noem hem maar even De Jouveau. Die De Jouveau en die Gudde, die moeten gewoon hun sporthart tonen. Daar gaat het om. Rechtvaardigheid en een sporthart. Gewoon sportiviteit voorop staat. En dat het duidelijk wordt dat de Graafschap en de Cambuur gewoon naar de Eredivisie moeten. Want daar gaat het om. Maar dat ga jij natuurlijk niet zeggen op 14 mei, meneer de rechter. Nee, want de grootste giller was deze. 20 clubs. 20 clubs werd er gezegd. En toen zei de KNVB, dat kan niet. 20 clubs in de Eredivisie, want dan moeten we het programma gaan aanpassen. Nou, zei de Cambuur en de Graafschap, dan pas je toch het voetbalprogramma aan. Dan haal je bijvoorbeeld het bekertoernooi eruit. En daar kwam de giller. En toen zei de KNVB, maar dat kan niet. Het bekertoernooi is voor ons te belangrijk. Die kunnen we niet schrappen. Hahaha, is me dat even lachen zeg. Wat hebben ze gedaan nu dan met die bekerfinale? Die hebben ze gewoon bij het oud vuil gezet bij die KNVB. Die doet niet meer mee, het hele bekertoernooi, weg ermee. En nu komt het ze uit in zo'n rechtszaal. En dan kwek, 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 kwek. En dan zeggen we, nee, het bekertoernooi is zo belangrijk. En daarom kunnen we niet met 20 clubs spelen. Ach, ga nou toch gauw weg. Laat me nou toch niet lachen. En bedoel, meneer de rechter, jij daar in Utrecht, trap daar niet in. Kom gewoon met een goede uitspraak. En dat moet iets zijn van dat je die Gudde en die De Jouveau. Want daar gaat het om, want die zit maar onder de radar. Die De Jouveau, die doet net zo vervelend mee met zijn beslissingen. Die moet je zorgen dat die verplicht worden aan tafel te gaan zitten weer. Met Cambuur en de Graafschap. En dat ze het regelen. En dat er toch 20 clubs komen. Zo'n soort uitspraak. Daar moet je op aansturen. Kijk, en dan ben jij een kerel daar, rechter in Utrecht.